Zo, tijd om op pad te gaan. We gaan dus even naar Horen. Het is zulk gek weer. Ja, nu regent het denk ik. Het ene moment denk je, het is droog, het is warm, het is heet. Volgende moment denk je, nou, ik weet het niet of het droog blijft. Hij schiet zo op jongens, nog één baantje daarboven. En dan is hij af, maar die blik. De was draait, daar ligt een hond. Mijn bed is morgen aan de beurt, maar ik ga eerst boodschappen doen, want ik heb geen fruit meer anders dan kiwis en een paar druiven. Ik heb geen yoghurt meer, geen aardbeidjes meer, er is geen brood meer, er is geen drinken meer. Kortom, ik ga boodschappen doen. Nou heb ik mijn telefoon mee en moet ik even mijn werktelefoon ook hebben. Daar kunnen ze ook nog op reiken vandaag. Er zijn nog wat dingetjes die echt even moeten namelijk. Dat heb je altijd in examentijd. Maar goed, geef me. Puzzel ligt hier nog steeds. Nog niet aan toegekomen. Ik ga eerst eens even boodschappen doen. Zo, tijd om op pad te gaan. We gaan dus even naar Horen. We gaan naar de kringloop. Dus eens even zien. Eventjes ertussenuit. Ik moet wachten op wat informatie. Dus... Ik moet wel de goede sleutel pakken, dat helpt. Om de deur op slot te draaien. 1, 2, 3. Maar naar de kringloop dus. Het is zulk gek weer. Ja, nu regent het denk ik. Het ene moment denk je, het is droog, het is warm, het is heet. Volgende moment denk je, nou, ik weet het niet of het droog blijft. Haal alles maar weer naar binnen. Ik heb inmiddels mijn was boven gehangen. Heeft even buiten gehangen, maar ik bleef heen en weer lopen. Ik denk, dat ga ik niet doen. Maar ik wilde nu nog even naar de dekenmarkt, want ik ben boter vergeten. Dat ga ik nog even halen. Ik was Ali en Ellie aan het kijken. Ik vind dat geweldig. Lekker kampeerleven. Ik hoop dat ik over een poosje dat ook kan gaan doen. Maar het regent nu dus echt en er hangt weer een lucht hierboven. Maar ik spring snel even op mijn fiets om boter te halen. Want dat is toch wel redelijk belangrijk als je iets wilt gaan bakken. En in olie gaat het gewoon niet. Dus ja, ik moet even vloeibaar maken. Eten staat op. Emily krijgt een sausijsje, maar ik had er nog maar één. En ik had filetlapje. Ook één. Dus die moet ik nog even bakken. Want de filetlapje hoeft me heel kort. Broccoli. Hele pan vol. Wij zijn gek op broccoli. En voor Emily aardappeltjes. En ik heb een paar aardappeltjes in de airfryer gedaan. Ik ben niet zo fan van gekookte aardappeltjes. Dus dit is een goede oplossing. Ik heb heel eventjes zitten puzzelen. Ik heb al best wel wat stukjes gedaan. Ik denk dat dit hier ook wel ergens zal moeten. Of hier, weet je wel. Oh, dat hoort daar. En dit hoort... hier ergens denk ik. Nou, Elfo, ik ben lekker aan het puzzelen geweest. Daar is de hond. En ik heb net de tuin opgeruimd. Want morgen komt, gaat de oude schutting eruit. En zaterdagmorgen de nieuwe schutting erin. Nou was maar weinig voorstelling, de buurvrouw en ik, dat dat maandag zou zijn. Maar het is dus zaterdag. Helemaal prima. Is dat ook weer klaar. Kan maar achter de rug zijn. Nou ja, de aardappels, alles kookt lekker. Overmiddag nog voor een nieuwe vlogcamera gekeken. Ik ben er nog niet helemaal uit over degene die wordt aangeraden of ik die ook wil. Ik ben toch wel heel erg gehecht aan deze. Maar om nou een nieuwere van deze te kopen heeft geen zin, want deze zijn al uit 2016. En ik heb hem in 2018 gekocht, dus nou, is dat slim. Dus ik moet daar even over nadenken. Ik ga maar eens even wat vlogvrienden te raad wat zij gebruiken. En hoe het bevalt vooral. Goed, ga zo eten. Lekker. Tijd om alles klaar te maken voor de live. Ik ga lekker daar met Peter. En ik ga... Dorte wil gewoon nog niet zo goed. Dus we gaan lekker daar met Peter. Nou, alles staat in principe klaar. Ik hoef alleen maar daar met Peter neer te leggen. Bos lekker mokkelen. Nou, dat ga ik zo even doen op mijn gemakkie. Hier al wel even het gordijn dicht.
En ook in mijn slaapkamer. Zodat de Lego daar niet geel wordt. Want die komt nu net in de zon. Hij schiet zo op, jongens. Nog één baantje daarboven. En dan is hij af. Maar die blik. Hoe mooi is hij. Ja, hier moet ik nog een paar steentjes, maar dat komt nog. Maar ik vind hem zo mooi geworden. Maar we zijn nog druk bezig. We gaan nog even afmaken. Ik ga even rennen, want er komt een bui aan. En ik wil wel droog met draad. Het is 7:50. Ik ga eens een allergiepil pakken. Net een live gehad. Het was heel erg gezellig. Zo, veel zonnetje. Maar aan de andere kant is dus een regenbuikomst. Dus ik ga even gauw de hond in zijn lurven grijpen. Ik deed het even meteen slippers aan. En wandelen voordat we zo meteen een regenbui op ons dak krijgen. En de bui is er nog niet. Maar het begint wel te waaien en te doen. Dus het zal niet zo heel lang meer duren. Ik ben benieuwd. Morgen komt dus een nieuwe schutting. Nog even een voorplaatje. Wacht, even de deur open. Het voorplaatje. En dan morgen de tijdens en daarna. Ja, lekker pluishaar zus, maar ik ga straks douchen. Dankjewel voor het kijken naar deze video van de donderdag alweer. Aan mijn kleren kun je zien dat het vrijdag is en race weekend. Maar, dankjewel voor het kijken. Als je tot hier gekeken hebt, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Je helpt me daar echt enorm mee. En ben je nog geen abonnee? Heel graag. Dankjewel nogmaals. Fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. En kijk jij 's avonds. Slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Doei!